Op dit akkerbouwbedrijf in Goudswaard zijn geen varkens. Maar op papier mocht Leen Naaktgeboren er wel 16 houden. Via een corporatie werden die varkens in Brabant gestald. Bij een grote veehouder, die daardoor meer varkens kon houden dan toegestaan. Dat werd door de AID, de Algemene Inspectiedienst, frauduleus bestempeld. In september 2002 werd boer Leen gearresteerd, samen met nog zo'n 35 collega's. Het veroorzaakte destijds grote consternatie. Toen ik hoorde dat het zo massaal en op deze wijze gegaan was, toen moest ik toch denken aan de razzia's die er in de oorlog waren. Ze zijn in principe gewoon van hun bed gelicht. Hebben de kans gehad om 1 of 2 telefoontjes te plegen en vervolgens zijn ze naar politiebureaus afgevoerd. Wat volgde was een jarenlange procedure waarbij boer Leen recent een boete van €2000 kreeg opgelegd. Veel minder dan de 20.000 die eerder was geëist. Maar de vertegenwoordiger van de boeren wil helemaal niets betalen. Ja, het gaat erom natuurlijk dat ik zeg van 1, die hebben wel een varken zeg gekregen. Die hebben exact hetzelfde gedaan als wij. En wij hebben tot op heden geen recht gekregen. En ze hebben wel ingezien dat ze dat veel te grootschalig hebben ingezet. En we zijn er natuurlijk tot op heden afgekomen met een betrekkelijk kleine boete. Nou ja, de officier van justitie heeft zijn zin. Wij hebben de wet overtreden, zegt men, maar niet bewust. Want wij hebben ons ontzettend laten adviseren door die boete. Gaat u die betalen? Ja, dat zit er wel in dan. Willen de boeren toch nog in hoger beroep, dan hebben ze daar tot 18 mei de tijd voor.